Hoi, ik ben Emmy en een van de meest bijzondere boeken die ik ooit heb gelezen en bekeken is 7 minuten na middernacht, geschreven door Patrick Ness. Dit boek is oorspronkelijk geschreven of opgetekend door een andere schrijfster die helaas overleden is voordat het boek uitgegeven kon worden. Dus Patrick Ness heeft haar aantekening gebruikt om een compleet verhaal van te maken. En naast dat ik het verhaal heel bijzonder vind, is het ook nog eens ontzettend mooi geïllustreerd. Ja, dat boek staat eigenlijk helemaal met de illustraties. Het gaat over een jongetje die elke nacht een monster, 7 minuten na middernacht ontmoet hij een monster. En dat monster dat heeft invloed op zijn leven. En dat wordt helemaal volledig geïllustreerd. En het ziet er ontzettend duister, maar ook ontzettend mooi uit. Met hele ambachtelijke technieken. En daardoor is het heel mooi geheel geworden. En daarom is het een van mijn favoriete boeken geworden. That's why I love this book.